vandaag ga ik Minecraft spelen met bijna 200 mensen. Hallo! We hebben hier 8 verschillende kleuren. Elke ronde zou een van deze mensen hierboven een kleur moeten kiezen. En dan gaan Robin en ik op een random manier een kleur laten afvallen. Iedereen die in de kleur zit die afvalt, dood, weg, klaar. Je komt niet meer terug, jongens. Oké, Robin, laat ze maar deze kant op komen. 1 en 2'en! Hoppakee! Ja! Ja, daar zijn ze. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze het concept compleet begrijpen, net als jullie. Het is helemaal niet zo heel moeilijk. Dus laten we de barrière weghalen en laten ze een kleur kiezen. In 3, en 2, en 1. En 1. En 1. Hoppakee. En als ze niet een kleur kiezen na 20 seconden dat de muur weg is, dan zijn ze dood. Dan zijn ze gewoon af. De meeste mensen zitten toch in... Ik weet het niet. Het is wel netjes verdeeld, eerlijk gezegd. Jongens, jullie hebben maar heel even. Heel eventjes. 3, 2, Koen. 1. En boom. Doe maar dat. Maken. Hoppakee. Koen, ja. Wat dacht je? Wat dacht je? Wat doen we met Koen? Weet je wat? Ik bepaal het wel voor Koen. Koen, jij zit in blauw, oké? Okay? Begrepen? Oké, okay, zullen we beginnen met gewoon het vuurwerkje? 1, 2, 3, of wat doen we? 4, 5, of beginnen we met jouw blokje? 7, 8. Met mijn blokje. Met jouw blokje. Robin, bepaal wie eraf gaat. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Jawel, dit is jouw geweten. Ga maar. Groen! Oranje! Groen! Ja! Groen! Jongens, jullie zijn af! Allemaal! Weet je hoeveel octo's er zijn gesneuveld? Dit zijn wel veel octo's. Dit maar zijn wel we beginnen. Veel octo's, ja? Met de massamoord. Met de massamoord? Robin, doe het. Nee, ik mocht beginnen! Oké. Okay. Oh, dat ben jij. Kom hier, jongens! Kom hier! Geen ontsnapping mogelijk! Nee, dit was hem. Ja, dit was hem. Yeah! Nou, de gate weer open. Nou, en nu gaan ze allemaal weer een nieuw kleurtje kiezen. Oh, daar gaan ze, Robin. Wat zijn ze druk met z'n allen. Kijk, ze zijn er weer. Sommigen kiezen er ook voor om een eigen kleur te behouden, hè? Ja, dat zou ik niet zo snel doen, maar... Ik snap het. Ik zou ook totaal in één keer een andere kleur kiezen. Kijk hoe weinig er ook in grijs zitten. Ja, snap ik. Het is ook zo'n saaie kleur. Waarom zou je in grijs gaan? Ik heb hier een varken. En er zijn hier allemaal kleurtjes die matchen met de kleurtjes daar. Ik ga het varken neerzetten. En naar welke kleur het varken toe loopt, die is eraf. Alright, Robin. Ben je er klaar voor? Ja, nou, maar dit is toch wel... Oké. Okay. Kijk, Elmo, kijken dan. Die is wat denk jij? Scared voor zijn leven. Die is zo bang dat hij afgaat. Ik denk, aangezien het varkentje van wortels houdt, dat hij naar oranje gaat. Ik denk groen. Waarom? Omdat een wortel een groen kleurtje heeft. Oké, okay, weet je wat? Ja, maar daarom. 2, 1... Oh, ik vind het oprecht. Oké, okay, hij kijkt kijk naar groen. Oh nee, hij kijkt naar mij. Ja. Oh, weg in Nederlands gaat hij nou. Oh, waar gaat hij heen? Oh, geel. Oh nee. Oh waar nee. Groen. Ik zou het zo doen als groen weer. Oh, grijs! Grijs! Oh nee. Wat lullig. Oh, en die Jort, die kreeg net nog een tweede kans. Kom maar hier. Kom maar hier. Massamoord! Nee, stop, stop. Weet je wat, Robin? Ik heb het goed gemaakt. Dan geven ze allemaal een houten zwaardje. Degene die als laatste overblijft, die krijgt de tweede kans. Oké! Okay. Yeah! Alright, daar gaan ze. 3, 2, 1, go! Fight. Degene die als laatste overblijft, die krijgt de tweede kans. Oké, okay, oh, ja, dat begint niet al. Daar gaan ze. Oh, oké, okay, oh, deze blijft hier ook gewoon staan. Ja, dat is slim, ouwe. Wow, wat is dat slim. Gewoon niet het gevecht aangaan. Komt-ie. Oh, oh, deze is dood. Die vendor is cool. Lorietje, de massamoordenaar. Lorietje, je bent er. Oh mijn god, ik gun het haar nu. Je kan het. Of Lorentje. Ik zeg Lorietje, maar volgens mij is het... Oh, Lorentje is dood. Wat? Die is dood. Politieagent Jort. Wee, wee. Je kan het, Jort. Pak ze. Doe de handhaving. Kom op. Nou, wel vechten, jongens. De handhaver is dood. Helaas. Oh, ik vind het oprecht spannend. Het is echt wel spannend. Oh. Is hij nou klaar? Oh, nee. Het is een 1v1. Pas op, het is nog niet klaar. Pas... Oh! Dat was heel slim. Yeah! Yeah! Dit was oprecht slim gespeeld, Floris. Nou, dan gaan we gewoon weer rustig door naar de volgende ronde. En hij krijgt de volgende kans. Ik ga lekker een cakeje eten. En dan ga jij even abonneren. En liken. Kijk ze gelijk weer rond en een nieuwe kleur kiezen. Ik zou nu ook naar grijs gaan. Het is denk ik een soort mindset van grijs is net geweest. Het gaat vast niet nog een keer grijs zijn, weet je? Oké, zullen we nu gewoon het vuurwerk doen? Gewoon hele simpel. Ja. Oh, wow! Die zitten er in blauw. Beam! Beam! Jongens, kom eens hier. Kom eens hier.
We gaan jullie niet laten vechten. Ah, Mikkel. Wouter. Hé, hey, Alex Klein. Dat zag ik lopen. Hier. Het is Alex Klein. Jongens. Alex, dit is omdat je meer abonnees hebt dan ik. Hoppakee. Nou. Nou, volgende ronde. Hoppakee. Nou, alle teams zijn weer gekozen. Oh, netjes, netjes, netjes. Ik kies deze keer ook een team. Ik kies paars. Oh, René staat er ook. Kijk, en... we zitten er maar vier in oranje. Oh, dan heb okay, ik Oké, jij zit in het team? Ja, ik kies dinges. Okay. Ik kies paars. Dan gaan we nog een keer het vuurwerk. Ja, ga ja? maar. Ja. 1, 2. Nee! Ja! Nee! Dan kies ik die kleur. Nee, rennen jongens. Ren voor de tyrannie van Robin. Rennen jongens. Oké, dit kan je niet maken. Je kan ons niet killen hier. Dit is Team Walnoot. Team Walnoot kan je niet killen. We kunnen het jongens. We kunnen hier nog onderuit komen met z'n drieën. We kunnen het. Nee, we kunnen het niet. Team Walnoot. Nee! Massamoord. Massamoord. Nee, René. Je kan René niks maken. Nee, niet René. Oh. Ah, René, je bent gespaard. Ik geef je wel een schouderklopje. Oh. 3, 2, 1, go! Oh, ja, nu heb je het verpest. Moet je maar niet zo risicovol, zijn en verder. Ja, en jij ook, Mr. Yeager. We komen voor jou verder. Busleidje, er is geen mogelijkheid dat jij dit gaat overleven. Er is geen mogelijkheid dat jij We sluiten hem in. Oh. Ik weet, als ik een kat doe, die gaat heel snel zijn. Dan gaat gelijk besloten worden. Weet je dat groen gewoon vervloekt is? Er zitten maar 2 mensen in groen. Ja. Dat en, is, en zijn ook nog matties van elkaar. Oké, 3, 2, 1. Oeh, welke kant kiest de kat? Oh. Weer grijs! Grijs is gedoemd met de dieren, jongens. Ja, oh. Rem maar weg. Rem maar. Hé, hey, Gaming NL. Ah, hij schudt nee, Robin. Oké, okay, geef me 1 goede reden dat ik je... Ik wil niet af. Nee, echt niet. 3, 2, 1. Hoppakee. 1. Hoppa. Ja, oké. Okay. Kijk hoeveel vertrouwen mensen hebben in grijs. Ja, nou snap ik hem wel. Oh mijn god. En welk is nu? Oh, rood is rustig nu. Ja, hey, er rol zit er maar 3. Ja, jongen. Dit is mijn kampioen. Like a is dat jouw kampioen? Ja. Hij heeft niet eens goede skin. Zwarte strepen op zijn armen. Hé, hey, deze Octo heeft ook mijn outfitje aan. Waarom heeft... Nee, maar kijk. Ja, Kika maar... kansloos. Oké, die van mij is hondwafwafwafwa. Hondwafwafwa. Oké, prima. Laten we het weer bepalen door jouw prachtig handje. Yeah! Oh, Robin. Blauw! Dat is Rick! Ja, oh nee, dit is niet Rick. Rick, waarom ga jij niet gewoon persoonlijk dood? Oké, ik weet dat het tijd is om een nieuwe manier te bedenken hoe mensen afgaan. Alright, de nieuwe manier gaat zijn... de mensen die dood zijn, die boven... die mogen de kleur uitkiezen door erboven te gaan staan. Degene met de meeste mensen boven de kleur, die kleur gaat af. Oh mijn god, ze kiezen blauw. Er gaat een massamoord plaatsvinden op blauw. Nee! Er gaat echt een massamoord zijn op blauw. Er gaan zoveel mensen af. Maar onze kampioenen zitten er niet tussen. Nou, blauw, jullie horen het. Jullie gaan af, jongens. Ren maar voor je leven, want het is klaar. Rennen! Yeah! Goed, yay! Yay! Niemand overleeft. Nooit, dit is niet meer. Of mensen dit gaan overleven, maar ik denk het niet. Oh mijn god, dit is echt erg. Blauw is gewoon echt afgemaakt. En nu is het gelijk tijd om iemand een tweede kans te geven. Wie kan de Polonaise starten? Ik heb gewoon gezegd, doe de Polonaise. En ik ben benieuwd wie hem start. Deze was zo gaande, dus dat was niet eerlijk. Ik ben benieuwd wie een nieuwe Polonaise kan starten. Oh, er zijn er maar 3. Wie kan een Polonaise starten? En dat wordt dan de grootste. Die krijgt namelijk een tweede kans. Oh, het gebeurt wel hier. Wie is het? Ze gaan aan de voorkant staan. Nee, Henk Slagers volgens mij, hè? Henk Slagers, ja, want mensen gaan ervoor staan. Dat is niet eerlijk. Volgens mij was Henk Slagers de eerste. Of we kunnen het nu, omdat mensen het een beetje doorhebben, die gaan naar voren. Kunnen ook naar de achterkant. Naar de achterkant. Het is Shrek. Hallo Sam! Hallo Sam! Sam heeft Shrek. Oh, nee, ja, nee, ja, maar nu volgens ons. Het was vanaf het moment, het was Shrek. Het was Sam. Het was Shrek. En 3, 2, 1, hoppakee. Nou, Kaas verslaafd, daar zitten we met z'n tweeën. Robin, hallo daar! Lot, jij mag het beslissen hoe we het gaan doen. Ik heb hem. Wat heb je? Jouw lotbepaler. Oké, en dat is? Is de kip? Het is een beer! Gaat hij überhaupt een panda weer? Een panda weer? Ik hoop het! Dat is helemaal geen panda. Een polarbeer bedoel ik. Panda beer. Waar houdt zo'n beer van? Houdt hij van. Oh, dit moet ik even meemaken. Oh, blauw. Blauw. Ja, blauw. Jawel. Nee, wat is dit voor naam? Wevertje Niki. Laten we 2 kleuren doen, Robin. Laten we maar weer een nieuwe kant kiezen en dan doen we gewoon 2 kleuren af. Laten we de eerste gewoon met een simpel vuurwerkje af laten gaan, oké? Okay? Ja, kijk, ja, zoals dat dit. Is prima. Okay? Octo. En varkentje rund. Oké, nee, maar dat onthouden we. Ja. Oh, ik heb een idee. We kunnen ze ook tegen elkaar laten battelen. 2 kleuren. Ja, goeie. Ja, oké, dit gaan we doen. Volgende kleur is...
Bram en Rick! Ja, dat zijn Bram en Rick! Maar dit is een beetje oneerlijk, want er zitten hier veel en er zitten hier maar drie. Robin, ben je er klaar voor? Ik wel. Ik steun team grijs en jij steunt team geel en we gaan niet helpen, ja. Oké? Okay? Nee, we gaan zeker niet helpen. Okay. We gaan alleen helpen om die muren weg te halen. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. Bim, 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 bim. Go! Vechten! Hand weg! Let's go! Oeh, oké. Okay. Het is team geel tegen team grijs. Wie gaat er winnen? Oh, ze kunnen elkaar hitten! Oh, dat is echt gemeen! Dat is echt heel gemeen. Oh, daar gaan ze. Daar gaan ze. Oh, het gevecht is begonnen! Het gevecht is heftig begonnen. Maar ze zijn wel een beetje bang, merk ik. Kom op, jongens. Wel een beetje... Rick is door Bram. Oh, dat is wel echt heel erg. Voor Bram ook echt. Kan die Bram vechten dan? De man. Ja, Bram... Bram die gaat... Geel. Geel gaat slecht, hoor. Grijs is aan het overwinnen. Kom op, Mark. Ja, kijk Grijs gewoon invallen ook, hè. Als een stelletje... Oeh, Bram is dood. Oeh, hij doet het goed, deze guy. Oeh. Deze guy doet het serieus heel goed. Oh, nevermind, hij is dood. Nou, er is nog één iemand over. Oh nee, nog maar twee. Jongens, jullie kunnen verstoppen wat jullie winnen. Maar de Octo komt voor jullie. Daar gaan ze. De aanval is gestart. De aanval is gestart. Oh. Rennen, jongens. Rennen, geel. Oh, man. Huh? Kees in eigen space heeft Swamp Games doodgemaakt. Oh, ze kunnen boven gekild worden. Ja, dat pas ik aan. Ik pas het aan. Oh, geel wint nog, hè. Geel die is aan het overwinnen, joh. Dit zou toch wat zijn. Dit zou serieus heel lijp zijn. Voor wie ben jij? Jij was voor Grijs. Ja, ik ja, was voor Grijs. Ja, mijn team overwint nog. Kom op, jongens. Een beetje doorzetten. 4 tegen 2. Meer lava. Aanvallen. Aanvallen. Kom op nou. Ja, meedoen. Goed zo, pak ze. Pak ze nou. Wat een slecht gevecht dit. Ze doen ook gewoon niks. Oh mijn god, ren nou. Slash heal. Nee, ik heal iedereen. Hoppakee, ze zijn allemaal geheeld. Oh ja, het is begonnen. Het vecht is echt begonnen. Oh ja, die is dood. Ja, dit heeft sowieso geel gewonnen. Ja, hij is in een hoekje gedreven. Oh mijn god. Nou, nee, oké, het is klaar. 2, 1, boom! Dicht. Bam. De lijnen zijn gesloten. Jouw leven is beëindigd. Daar. Huh? Hij doet het niet. Vertraging op de lijn, probeer maar! Oh! Hij komt er goed vanaf, hè? Jij wil gewoon niet dood, hè? Oh, we kiezen nu gewoon twee kleuren en twee kleuren gaan af. Klaar. Nou, kleur 1 is kleur groen en kleur 2. Is kleur oranje. Groen en oranje. Kom eens hier, jongens. Voor jullie is er geen genade. Voor jullie is er geen genade. Sinterklaas. Ik wil nog cadeautjes. Jij mag blijven. Ja, juist. Jij gaat echt met persoonlijkheid. Hoop ik dat je nooit meer terugkomt. Nou, dit vind ik gewoon een lekker simpel idee. Ik beweeg mijn muis zo. En degene op wie die landt, die is af. Oh, nee toch. Groen. 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 Ja, dood. Ik draai het wiel. En het wiel wordt nog een keer gedraaid. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Daar gaan we. En degene die af zijn is... Colin. En Koekjes Thijs. En Casboy. Het is Grijs. Grijs. Er is geen ontsnappen meer. Kom maar. Kijk deze guy. Hoe heeft deze Steve het overleefd? Like! Een walnoten. Nou, deze twee zijn voor altijd aan elkaar gebonden. Zij mogen niet meer uit elkaar. Deze twee moeten dezelfde kleur keer op keer blijven pakken. Anders zijn ze gewoon af. Komt-ie. Varkentje runt. Je hebt nu toch echt pech, jongeman. Nee, het is de Shrek. Ah, jongens, kom op nou. Robin, ik geef hem mijn eigen kans. Kijk, let op, hè. Waar ben je? Sneak attack. Kijk, nee, wacht, kijk. Ik geef je je eigen kans. Je kan het zelf doen. Springen of ik maak je dood. Hup. 1, go. 2. Daar. Weet je wat? Ik heb een idee, Robin. We verbannen groen. Groen is out of the game. Oeh. Groen is verbannen. No more groen. Want het is tijd voor een nieuwe keuze. Maar ik denk dat er aangezien er zoveel mensen hier zijn... Let op, hè. Dan doen we deze kant, want dan wordt het roze. Let maar op. Nee. Dat doen we gewoon. En dan... Kijk, ik loop... Natuurlijk! En hij loopt daadwerkelijk naar roze. Dat meen je niet. Hij wil zelfs roze inlopen zo graag, wil hij. Oh my days. Weet je wat? Roze is verbannen. Oh. Het is niet te geloven trouwens dat het varken daadwerkelijk naar roze ging. Doe maar weer het blokje. Ja, dat wilde ik net gaan vertellen. Ja. Dit is mijn gameshow. Dus ik doe er even twee weg. En dat is natuurlijk roze en dat is natuurlijk groen. Ja. En dan gaan we. En het woord paars. Paars. Dag paars. 1, 2, 3.
Ene. Was zij niet al dood? Van mijn vond ik best wel dood. Nou, weet je, dan is hij nu dood. Ah, het is de joker. De joker. De joker. Laten we weer deze mensen hierboven een nieuwe kant kiezen. Er zijn er nu veel meer, dus ze mogen een nieuwe kant kiezen. Ja, ze gaan nog richting geel, hè. Ze hebben het al door. Ik denk dat ze dit bepaald hebben, hè. Ja, 100%. Ja, ik denk het ook, ja. Jij denkt, oh nee, de Teletubbies. Dit vind ik wel heel sneu. Oh nee. De Teletubby gang, man. Oh, dat vind ik oprecht sneu. Oh man. Weet je wat, Ruby? Omdat je zo groen bent, ga je alsnog dood. En weet je wat? Wat bedoel ik? Oh, wat zie je daar beneden? Wacht, ik help je even. Oh, nevermind. Laat maar. Nieuwe kleur. Allemaal weer rondrennen. Ja, en ik verban geel. Oeh. Ja, ja, ja. Roemer is een kip. Jou kennen wij. En jij wilde naar geel. En dus ook Jan is een kip. Ik vind het tijd voor een vuurwerkje. Die is af. Oh. Sinterklaas! Dag Sinterklaas! Dag! Alle goeie OG mensen, Kika. Je bent kansloos. Gewoon, je bent... Jij eet waarschijnlijk Daan. Jij eet walnoot, ik eet jou. Nee, dag, kan je niet maken. Je krijgt geen cadeautjes. Dag, Piet. Piet, zijn vriendelijk in deze video. Ja, nee, Sinterklaas! Nee! Ik zag het niet eens! Dag! Hij verdwijnt in de maneschijn. Wil jij nou ook zo'n leuke server waar je events kan hosten of gewoon iets anders kan doen met je vrienden? Ga dan zeker even naar Kaas Hosting, link staat in de beschrijving. Einde, reclamespotje. Nieuw konijntje. Oké, okay, welke kant gaat hij op? Welke kant gaat hij op? Anja? Hiya! Er zit er iemand in. Oh nee, Mr. Miel. Weet je, we sturen hem naar de Mac. Krijgt hij een Happy Miel. En ik vind het tijd om rood te verbannen. Oeh, nu wordt het al heel spannend. Hoeveel zijn er nog over? 6 nog maar, hè? Weet je, omdat er nog maar zo weinig over zijn, geef iemand nog een kans. De Thunder Nuggets. Zullen we Thunder Nuggets een tweede kans geven? En waar baseer jij dit op, Marcus van Plakkers? Letterlijk op zijn naam, Thunder Nuggets. Oké, dan doen we dat. Thunder Nuggets. Nou, hoe gaan we dit bepalen, Robin? Wat vind jij? Hatsjoe. Die is al af. Rood is al af. Nog een keer. Paar. De kippenduo! Nee! Het arme kippenduo! Oh, weet je wat? Ik heb een idee. Hier. Ga maar lekker tussen jullie kippetjes. Sterf maar tussen jullie kippetjes. Jullie zijn samen met de kippen. En de kippen zijn samen met jullie. Hatsjoe! Paars is geen optie meer. Het vrolijke duo. Oh, nu zijn ze niet meer zo vrolijk, hè? Nee, dat snap ik. Oh. Kom maar eruit. Kom maar eruit. Kom maar. Het is veilig. We gaan jullie niks doen. Kom maar. Het is veilig. We gaan niks doen. Ja, goed zo. Oké, en nu gaat het lot bepaald worden door een varken. En daarna ook door een beest. Dat is het spannendste dat we kunnen doen. En dan weer een varken? Kijk, ik vind dat niet eerlijk. Dat gaat weer... Naar Jordi toe, zeker. Ja, ik denk het wel. Nee, maar dan kunnen we nu onze theorie bewijzen. Oké, we hebben de kleuren aangepast. Dus nu is het oprecht gewoon. Oeh, dit gaat echt moeilijk worden. Ik ga het heel snel vinden voor degene die afgaat. Maar deze gaat 100% naar Jordi toe, want hij familielid. Omhoog, ga omhoog. Anders gaat hij, jongen. Thunder Nuggets! Nee! Wat ben je snel gekozen? Je tweede kans. Hij is officieel. Nee, jawel. Ja, dat was anders dan verwacht, maar hij is af. Af is af. Dan gaan ze. Maar gaan ze switchen van kleur? Gaan ze wisselen? Gaan ze bij elkaar zitten, weet je? Ja, en wacht, je moet wel kleur. Wat is er? Is het niet tijd voor een telefoontje? Tijd voor een telefoontje? Ja. Oh, natuurlijk is het tijd voor een telefoontje tussen de finalisten. Ja, ja. Wat bedoel ik? Laten we ze even in call brengen. Oké, jongens. Hallo, welkom. Welkom, we hebben hier Jordi. Helaas, dat vind ik enorm spijtig dat jij hier zit. En hoe heet jij? Ik heet John. John. Ah, John, dag John. John tegen Jerry. Oh, het is een JJ battle dit, hè? Hey, ja. Hebben jullie een voorkleur? Die vond ik wel leuk. Voorkeur qua kleur. Ja, roze. Ja? Roze, oké. Okay. En jij? Rood. Rood. Dan gaan we de arena helemaal naar jullie keuze maken. Dan gaan roze tegen rood doen. En dan gaat het enorm spannend worden, jongens. Alright, het is een 50-50. Je zou hier denken van, maar geel, roze heeft toch veel meer. Maar aan de andere kant is dat juist wederzijds met rood. Oftewel, het is precies een 50-50 kans dat het dier wat we nu gaan spawnen naar een van deze twee kleuren gaat. Ik ben zo benieuwd wie er van deze twee gaat winnen. Laat nu in de reacties weten wie jij hoopt dat er gaat winnen. Friendly Joker of Jerry on Berry. Laat het nu zeker even weten. En het dier wat we gekozen hebben is... Helemaal uitgevlogen vanaf China. Uit de bamboe jungles. Het is... Jinli de panda. Jinli de panda. Het is het meest trage dier wat je kan... Oh.
Oh, dit ziet er niet goed uit, Joker. Oké, wij gaan weg. Ja, wij gaan weg. Wij willen geen invloed hebben op hem. Als hij gaat lopen, dan ben ik benieuwd naar welke kant hij gaat lopen. 2 hours later. Oh, nee! Oh, ja! Nee! Ja! Nee! 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 Ja! Ik gun het Jordi niet! Nee! Jordi heeft gewonnen! Nee! Nee! Natuurlijk wel! We doen toch al de hele tijd dat hij nu doodgaat? Ja, daarom! Roze gaat nu dood, pannenkoek! Ja, dus Jordi heeft gewonnen! Jordi gaat dood! Wie blijft er dan over? Oh mijn god, ik heb het verkeerd omgezien! Oh mijn god, ik heb het verkeerd omgezien! Waarom hebben we Roze aan deze kant gedaan? Dat is juist goed voor de mind game! Ik kan het zeggen! Ik dacht dat Jordi had gewonnen! Maar nee! Jordi gaat dood! Ja! Ja! John heeft gewonnen! John, je bent de winnaar. Oh, maar deze... Waarom zit hier dan roze en hier rood? Dat heeft mijn hele mind gewoon verpest. Je bent de winnaar, John. Ja, ik merk het. Je bent de winnaar. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Hey, wat mooi dit. Man. Ik was helemaal verward. Ik dacht even dat je af was. Maar je hebt gewoon gewonnen, joh. Ja. Hey, ik ga je zo meteen even je prijs stellen. Dat komt helemaal goed. Maar eerst moet je even gewoon merken hoe geaanbid je wordt hier door iedereen. Ja, ik... Had je een tactiek of was het gewoon random? Nee, het was eigenlijk random. Het is de eerste event die ik meedoe vandaag. Oh, wat leuk. Ja, en ik ging gewoon mijn gang. Wat mooi. Het is echt gegund. Het is je gegund. Ik bel je zo terug en dan hebben we het er even over, oké? Okay? Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Vonden jullie hem nou leuk? Laat dan zeker even een like achter. We gaan gewoon voor 2 à 3000 likes of zo. Geen idee. En dan nu spreek je later een glaasje water over 10 flesje bier. Daaaaaag!